Ik zit hier met uh, Marten Stratenmeijer, directeur van Oefenweb, een uh, bedrijfje wat uit de Universiteit van Amsterdam tevoorschijn komt en eigenlijk uh, op duizenden scholen gebruikt wordt, lagere scholen. Om het hele testen en oefenen en volgen mogelijk te maken. Maarten, hoe is uh, Oefenweb, wat bekend is als onder rekentuin en taalzee? Hoe is dat tot stand gekomen? Wie is het begonnen? Uh, nou, Rekentuin is eigenlijk ontstaan vanuit een onderzoeksproject hier uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, wij hebben oorspronkelijk Rekentuin eigenlijk gemaakt omdat wij data wilden verzamelen over de dagelijkse rekenontwikkeling van kinderen. Dus toen moesten we een instrument maken wat scholen, leerlingen en leerkrachten graag zouden willen gebruiken. Ja, ik zit hier bij psychologie, hè? ik zit hier bij een hoogleraar, hoe heet die hoogleraar? Han van der Maas. Okay, daar ben je toen gepromoveerd, uh, zeg maar, het was jouw onderzoek en, uh, en toen heb je dit, die tool gemaakt. Ja, het was eigenlijk een gecombineerd onderzoeksproject van meerdere onderzoekers. Maar mede, mijn promotieonderzoek ging over de rekenontwikkeling van kinderen. En daarvoor hadden we het instrument ontwikkeld. Ik heb ooit geprobeerd de data eerst uit schriftjes te halen die gewoon al op scholen werden gebruikt. Maar dat was een, een hopeloze zaak. Dus toen wisten we al snel, we moeten iets maken waarmee we die data zelf kunnen verzamelen. Het is 2007, 2008. En, uh, en die tool die werd dus op scholen gebruikt. En hoe vonden ze dat? Nou ja, dat was eigenlijk onze verrassing. Scholen waren heel enthousiast om aan het onderzoek mee te werken. En uh, waar wij normaal gesproken altijd heel erg uh, moeten leuren en bellen om scholen te vinden die mee wilden werken, hadden wij eigenlijk heel snel uh, veel scholen die uh, mee wilden doen. En dus uh, ja, het heel leuk vonden om die, dat programma regelmatig te gebruiken om kinderen in te laten oefenen. Okay. Dus opeens een onderzoek wat leuk is, wat mensen gebruiken. En dan, hup, uh, moderne manier van handelen, spin-out. Uh, dus een bedrijfje ervan maken. Ja, dat klopt. Dus eigenlijk vanwege dat succes zijn wij eens met de UvA in beraad gegaan van, uh, ja, wat nu? En toen is besloten om een spin-off op te richten, om eigenlijk rekentuinen uh, ja, groter uit te kunnen zetten en zoveel mogelijk scholen mee te kunnen bereiken. Okay. Dus dan praten we over, wanneer is dat begonnen? Uh, 2009 is Oefenweb opgericht, maart 2009. Okay. We zitten hier ook in de Universiteit van Amsterdam, in een gebouw in de afdeling psychologie. En daar is ook, zeg maar, Oefenweb in, in gevestigd. En dus het is ook helemaal gefinancierd vanuit, uh, vanuit de Universiteit van Amsterdam? Er is een startkapitaal gekomen inderdaad vanuit de UvA om, uh, om Oefenweb op te kunnen starten. En inmiddels hebben we natuurlijk veel, uh, veel klanten al en uh, op die manier zijn we verder gegaan. Maar uh, wij zitten nog uh, in het gebouw inderdaad, want er wordt ook nog veel samengewerkt met de onderzoeksgroep waaruit Oefenweb ook ooit uh, ontstaan is. Ja. Andere aandeelhouders uh, die uh, tot mijn verrassing voorbij kwamen was... Uh, CITO is nu ook uh, aandeelhouder sinds uh, ruim een jaar in Oefenweb. Uh, heeft een minderheidsbelang ook in het bedrijf. Dus, uh, ja. De aandeelhouders zijn nu de Universiteit van Amsterdam, CITO, die hoogleraar. Ja. En jij natuurlijk. Nee, ik niet. Nee. Het personeel is geen aandeelhouder? Nee, het personeel is geen aandeelhouder. Nou, dan ben je zo modern als Universiteit van Amsterdam. Dan moet je toch eigenlijk wel gewoon degene die het wiens idee het ook is. En, uh, maar goed, dat gaan we dan even <laughs> anders doen. Hey, hoeveel scholen gebruiken nu uh, um, Oefenweb? Of nee, ja, Oefenweb. Uh, ruim duizend scholen, en nu even zo uh, uit mijn hoofd, uh, gebruiken nu Rekentuinen of Taal, hey, ons uh, tweede programma, wat wij nu in 2012 uh, hebben gelanceerd. En hoeveel leerlingen? Uh, we hebben nu zo'n ruim duizend accounts, uh, uh, dus ruim honderdduizend leerlingen. Honderdduizend, honderdduizend leerlingen, ja, dus het begint echt substantieel te worden. 15% van de scholen, honderdduizenden. Groeit dat? Gaat het gaat langzaam? Gaat het snel? Het uh, gaat behoorlijk snel. We zien eigenlijk altijd de, de spannendste piek is altijd in september. Want dan start altijd weer het nieuwe schooljaar. En dan worden ook altijd weer het grootste gedeelte van de nieuwe abonnementen uh, afgesloten. En we zien tot nu. Altijd just in time. Ja, net, gewoon uh, net voor de start voor het schooljaar. Als uh, de ruimte er is, de klassen zijn ingericht, dan, uh, dan gaat het. En het kost op... echt helemaal niets, hè, dat oefentuin, En dat, uh, dat is echt een super lage prijs. Wat kost het? Uh, het kost een school altijd 25 euro basiskosten. En, uh, bed... Voor alle leerlingen, ja. ja <laughs> nee, helaas. Ja. En dan nog wat bedrag per leerling. En dat varieert tussen de 1,80 en 3,40 afhankelijk van uh, ja, hoeveel kinderen ze hebben ja, Dus echt gewoon voor één schriftje dan heb je een heel jaar lang oefentijd en oefentuin. Hoe lang gebruiken de kinderen het zeg maar, uh, gemiddeld? Um, nou, het is, uh, ze kunnen het vanaf groep 1 tot en met groep 8 gebruiken. Uh, zo lang bestaan wij nog niet, maar we hebben scholen nog steeds van begin 2007, waarvan uh, er ook kinderen zijn die nog steeds werken in en gebruiken Gebruikt het een uur per week of een twee uur per week? Of hoeveel, wat is de gemiddelde tijd dat een leerling met zo'n programma doorbrengt? Ik denk dat een de... De meeste scholen het nu in ieder geval twee keer per week inzetten. Maar je hebt scholen die het echt als basissysteem gebruiken, waarbij kinderen dagelijks erin werken. Er zijn ook scholen die het puur kinderen thuis laten doen, want het werkt via het internet. Dus kinderen kunnen er ook thuis mee aan de slag. Um, dus die uh, ja, het echt aanvullend inzetten. Er zijn het gewoon vele uren per week, zeg maar. Dus het kost echt helemaal niks vergeleken met een boekje eigenlijk? Nee, ik ja, zou zeggen, schaf het aan inderdaad. Het is, het is een hele makkelijke manier om, uh, om rekenen of taal te oefenen. Ja. Um, ja. Wat zijn de ervaringen ermee? Uh, uh, hoe verschillend zijn leerlingen in het leren taal en het leren van uh, rekenen? Uh, ja, heel verschillend. We hebben wel eens gekeken naar bijvoorbeeld de variatie in optelvaardigheid van kinderen. En dan zien we eigenlijk gewoon dat 20% van de kinderen in groep 4... ...scoort al hoger dan het gemiddelde van de kinderen in groep 5. Dus die lopen eigenlijk al een jaar voor op de lesstof. Maar zelfs 7% scoort al boven het gemiddelde van groep 6. Dus twee jaar verschil. Maar we zien dat ook aan de andere kant. Dus ongeveer een vergelijkbaar aantal... Uh, scoort lager dan het gemiddelde van groep 3. En dat zien we eigenlijk in elk spel. En ik denk dat we dat ook wel juist met dit programma willen laten zien: dat een adaptief programma, en dat kan nu met computers. Die precies de stof aanpassen aan het niveau van het kind. Daarmee... Ja, het maakt ook niet uit dat een kind achterloopt. Hij kan, hij kan er best iets langer over doen en toch weer op dat Cito-niveau terechtkomen op een gegeven moment. Ja, kijk, wat we zien is dat effectief oefenen is gewoon het belangrijkste om kinderen uh, ja, uh, te laten leren in rekenen. En dat proberen we met Rekentuin heel erg. Dus laat kinderen maar op hun eigen niveau veel oefenen en dan, uh, ja, dan kunnen ze die achterstand uh, weer inhalen. Ja. Je hebt ook een back-office waardoor die, die uh, leraar precies kan zien wie, uh, welke vraag beantwoord hoe lang ze erin besteden kun je ook zeggen als een kind gewoon veel oefent lukt het altijd gaat het vooral over motivatie en is dat de rol van de leraar uh, nou nee, ik denk rekenen is ook gewoon hard werk. Dus we zien al, kinderen gaan ook niet in één leerjaar met rekentuin opeens uh, dat ze alle lesstof van de basisschool al hebben gehad. Dus het vereist gewoon en veel oefenen. En af en toe zien we ook, dan hebben kinderen ook de leerkracht nodig om bijvoorbeeld ze weer een stapje verder te helpen. Om uh, wat extra instructie te doen. Is het niet doen? altijd, want jullie leggen niks uit. Jullie zijn alleen maar, uh, zeg maar, testen. Dus het, het uitleggen, dat doe je nog niet. Hè? Het is niet dat het gewoon uh, Khan Academy-achtig vol zit met allemaal video's. Nou, het is wel, kijk, het is wel gericht oefenen op het eigen niveau. En daar zien we wel, en dat is ook wel uit onderzoek gebleken, dat als kinderen op hun eigen niveau oefenen, waarbij ze direct ook weten of ze het goed of fout doen, dat dat ook helpt in vooruitgang. Maar inderdaad. Uh, er zit op dit moment geen instructie in. Overigens hebben we wel een koppeling met instructiefilmpjes gemaakt van het bedrijf CDQ. Laat eens zien, uh, heet hun website. Bij kinderen, op basis van de sommen waar ze moeite mee hebben en rekenen, krijgen ze dan filmpjes van hun te zien, die specifiek ingaan uh, op een onderwerp waar ze dan moeite mee hebben. En daarnaast, uh, ik denk dat de rol van de leerkracht heel belangrijk is, ook bij dit soort programma's, proberen we ook aan de leerkracht terug te koppelen wat nou de pijnpunten zijn bij een leerling. En zeker de zwakke leerling hebben ook veel baat bij als een leerkracht af en toe uh, één op één met ze kan zitten en ze een stapje verder kan. Want die leraar die ziet ook echt gewoon van, joh, uh, hij of zij zit een beetje te klooien, komt niet verder en hup, ik pak je eruit en ik ga begeleiden. Ja. Ja, dus dat kunnen ze gewoon zien welke kinderen achterblijven. Maar ook aan de andere kant welke kinderen al heel erg boven het niveau van de groep zitten. En wellicht ook nou ja, niet zoveel baat hebben bij de standaard methode, maar uh, lesstof van een jaar hoger eigenlijk uh, moeten hebben. Dus enerzijds moeten jullie uitbreiden in diepte. Dus instructies en video's en een heleboel van dat basiswerk van uitleggen dat dat gewoon wat slimmer wordt en wat uh, geïntegreerd wordt. En anderzijds heb je nog een bak met vakken die jullie niet doen. Ja, we zien nog uh, eigenlijk heel veel mogelijkheden. En, uh, uh, en zeker de, met name de vakken waar gewoon ook veel geoefend mee moet worden. Dus we hebben nu zelf rekenen en taal, maar we zijn bezig met een nieuw programma, uh, Words and Birds heet dat, voor de Engelse taal. Dus voor kinderen uh, in het Nederlandse onderwijs uh, om te, Engels te leren. Um, maar uh, ja, je zou ook nog aan topografie kunnen denken, dus andere vakken uh, geschiedenis. Ja, geschiedenis, aardigheid, natuurkunde, ik bedoel een hele bak met spul. Van, uh, wat houdt jullie tegen? Uh, nou, nog uh, uh, tijd en, uh, en uh, ja, we, we, we hebben veel nieuwe plannen. We doen ook veel, maar uh, uh, ja, we kunnen niet alles tegelijk. Dus, uh, maar het is een woestijn op dit ogenblik. Er is zo weinig eigenlijk. Hè? Want, uh, iedereen praat erover, over vernieuwing van het onderwijs, maar heel veel goede methodes. Je, je, je hebt uh, zeg maar uh, dat, uh, dat andere SCOIA, ja, Scola. Sc Schola heb je, zeg maar. In jullie. Maar er is gewoon echt nog veel te weinig. Hoe kan dat? Uh, ja, ik denk ja, geen idee eigenlijk waarom het niet. Ik, je ziet wel meer initiatieven nu ook. Uh, dus dat zijn wel uh, veel bedrijven die nu dingen oppakken. Maar ik denk ook dat het onderwijs nu echt een omslag is aan het maken. Er komen ook steeds meer tablets, bijvoorbeeld de klassen in. Om uh, ja, daar moet gewoon nog veel voor ontwikkeld worden om daar uh, goed uh, mee om te gaan. En, uh, um, ja. Nou, betaal, nou nou krijgen de scholen allemaal een bak met geld om, uh, om, om uh, zeg maar boeken te kopen en, uh, en ook op lesmethodes. En dus ook die dingen van jullie. Merk je nou dat het inderdaad het makkelijker wordt voor scholen om het aan te schaffen? Nee, ik merk eigenlijk juist eerder dat uh, scholen wel uh, uh, steeds meer aan het kijken zijn. En uh, nou ja, het zijn ook scholen die zeggen, ja, we hebben er het geld niet voor. Dus juist een... die euro per leerling per jaar, daar hebben we het geld niet voor. Nee, en het is wel zo dat ik denk uh, dat scholen kunnen bij onszelf bepalen voor hoeveel leerlingen ze het abonnement afnemen. Dus scholen kiezen daar ook heel bewust voor van, nou we zetten het ofwel voor echt voor alle leerlingen in, of we zetten het bijvoorbeeld alleen voor de middenbouw, of alleen voor de zwakke, of alleen de goede in. Um, dus ze zijn wel juist heel bewust aan het kijken ook waar ze hun geld aan uitgeven. Want je hebt natuurlijk ook ja, hoeveel computers heb je in de klas? Uh, er zijn een aantal scholen waar alle kinderen nu een tablet hebben. Maar uh, dat is zeker nog niet op alle scholen zo. Dus er zijn genoeg scholen die met twee of drie computers uh, uh, en dan alle kinderen laten roleren om met rekentuin of taalzee uh, aan de slag te gaan. Oh komt onderwijs nu, uh, het ministerie van Onderwijs komt dat nu regelmatig langs en zeggen van joh, wat voor beleid moeten we maken om dit mogelijk te maken, om dit uh, te promoten? En dat zijn die daar heel, hebben die echt jullie goed ontdekt. Nou, ik, zij weten wel van ons. Wij zijn ook wel eens. Uh, goh, dat is al heel wat. Ze <laughs> weten van jullie. Ja. Nou, en ik weet ook wel zeker in Amsterdam hebben wij echt een groot deel van de scholen. En ook uh, gemeente Amsterdam hebben wij wel contact mee gehad. Zijn we ook wel over taal bijvoorbeeld in gesprek geweest. Van goh, wat kan taal daar nog voor rol bij spelen? Maar het is niet zo dat ze hier de deur plat lopen. Maar ik nodig ze van harte uit om uh, nog een keer. Ja, over innovatie, over innovatie gesproken. Um, andere dingen van. Uh, jullie hebben op dezelfde methode. Hebben jullie ook een typecursus uh, zeg maar, ontwikkeld? Ja, we hebben voor een ander bedrijf, type Succes. is eigenlijk op dezelfde technologie een, een type tool gemaakt waarin kinderen dus adaptief kunnen leren typen. En dat is niet, maar dat leveren jullie zelf niet. Want eigenlijk vind ik dat ook een basisrecht voor ieder kind om dat te leren. Nou, wij proberen ook veel samen te werken met andere bedrijven. Dus bij die instructies hebben we dat gedaan, uh, bij die video's. En in dit geval, zij waren een, een typebedrijf, dus hebben daar ook kennis van zaken van. En op die manier hebben we gezamenlijk uh, de kennis uh, de handen in ingeslagen. dat is veel minder populair, dat heb ik nog nooit gezien bij scholen. Dat is echt maar een klein beetje. Nou, zij richten zich nu steeds meer op scholen. Dus zij hebben zich eerst ook met name op, uh, op ouders gericht, maar nu ook steeds meer op scholen. En dan merk je wel ook, ja, als ze rekentuin al kennen, scholen zijn ze vaak ook uh, snel enthousiast voor uh, de tuin. Zit je nog te denken aan funding om te kunnen accelereren, om extra geld op te gaan halen en te kunnen versnellen? Nou, ik denk dat we met name ook wel nadenken over gewoon goede strategische samenwerking. Dus bijvoorbeeld, als ik het weer op dat punt van de instructie heb, van hoe kunnen we daar met andere bedrijven samen kunnen werken, maar ook. Hoe zouden we onze technologie die wij nu gebruiken in rekentuin makkelijker ook voor andere partijen beschikbaar kunnen maken? Dus bijvoorbeeld dat het binnen andere softwarepakketten ingezet kan worden, zodat je en die adaptieve werking hebt uh, uh, waarmee iedereen op zijn eigen niveau werkt. Maar ook die anal analytics aan de achterkant. Dus dat is ook met name, we hebben wel eens iets van, ook ja, binnen een bedrijf zo snel als dat groeit, van je kan alles zelf doen. Maar ik denk dat goede samenwerking ook belangrijk is. Dankjewel. Goed, beginnen we even met rekentuin. Uh, dit is de omgeving waar het kind in uh, tevoorschijn komt. Ja, dit is de eerste pagina. Dit is de, de tuin van het kind. En uh, nou, daarin kan het op allerlei plantjes klikken, bijvoorbeeld uh, tellen. Hier zitten we in het telspel uh, en krijgt kinderen telopgave aangeboden. En uh, nou ja, op het moment... Ja, moment dat een kind een goed antwoord geeft, dan uh, verdient, verdient het kind de muntjes die nog... Uh, ja, dat is ongelooflijk hoe leuk ze dat vinden, die muntjes. Ja, dat klopt, want dat kan ik ook wel even snel laten zien als we uit het spel gaan. En uh, we gaan hier uh, rechtsbovenin gaan we naar de prijzenkast. Want met die muntjes kunnen ze allerlei uh, prijsjes kopen. Dus uh, ja, hoe meer muntjes ze hebben, hoe meer prijzen er nog uh, uh, te koop zijn. Okay, en die komen dan bij hun profiel, zeg maar ja, al die medailles en toestanden. In de kast. Ja, en omdat het programma adaptief is, kan elk kind, werkt op zijn eigen niveau en kan dus ook evenveel muntjes verdienen. Dus dit is ook echt een beloning voor inzet voor kinderen. En hoe ziet dit nu in de back-office eruit? Nou, ik kan hier bijvoorbeeld een overzicht geven van een leerkrachtpagina. Dit is een beeld van een klas. En aan de kleurtjes kan de leerkracht zien eigenlijk hoe de kinderen ervoor staan op alle spellen. Dus bijvoorbeeld hier zien we een leerling, die, ja, die scoort eigenlijk op alle spellen heel erg goed, allemaal in het groen. Dus zit bij de beste 25 of 5 procent van zijn leeftijdsgroep scoort hij op deze spellen. Maar hier zien we bijvoorbeeld een leerling die uh, zwakker scoort. Zien we veel uh, oranje en rode vlakjes. Uh, dus dit kan een teken zijn voor een leerkracht om nog wat meer in te zoomen. Dus dat kan ik ook even laten zien. Uh, het is vervolgens mogelijk om op een individuele pagina van een leerling te kijken. En precies te zien van hoe scoort deze leerling op alle spellen. En dit zijn geanonimiseerde gegevens van echte klassen. Dit, uh, uh, dit is een klas als voorbeeld, maar het zijn geanonimiseerd inderdaad, de gegevens. Ja. Okay, dus je kan inderdaad echt zien waar, uh, op wat voor, soort, uh, wat voor soort opgave ze goed of uh, slecht uh, scoort. Klokkijken, klokkijken gaat nog een beetje goed. Bloemencode, wat is dat? Ja, bloemencode is eigenlijk een spelletje voor logisch redeneren. Het lijkt uh, op uh, Mastermind. Uh. Ja. Wat zijn al deze tabbladen? Nou, vervolgens is het nog mogelijk om echt in te zoomen uh, bij een specifiek spel. Um, dus bijvoorbeeld uh, hier zitten we bij optellen en dan kunnen we precies zien hoe het kind zich over de tijd ontwikkeld heeft op dit spel. Um, en daarmee kan een leerkracht bijvoorbeeld ook kijken of als er extra hulp wordt geboden of dat effect heeft. Ja, hier zie je dat die stabiel is, die kind. Hoe kan dat? Dat gaat niet omhoog. Nee, nee, Dus dit kind zit dan een tijdje een beetje op ditzelfde niveau. Nou, wat een mogelijkheid zou kunnen zijn is om dan hier naar te kijken. Hier geeft een, het noemen we de nachtmerries en de droomopgave. Dit geeft de leerkracht inzicht wat de sommen zijn waar het kind het meest moeite mee heeft. Mm -hmm. En het zou uh, bij dit kind bijvoorbeeld uh, uh, wijs zijn om eens met deze som met het kind aan de slag te gaan. Oké. Okay. Okay. Nog meer aan de backend uh, wat we hier kunnen doen als we kijken taalzee. Hoe ziet dat eruit? Nou, ik kan inderdaad even taalzee laten zien. Helemaal op hetzelfde principe, maar nu een zee met dieren. En aan elk uh, dier is een taalspel gekoppeld. Dus uh, uh, bijvoorbeeld het spel Goed Gespeld. Krijgen we uh, zes woorden en uh, daar zit één Goed Gespeld woord tussen, wat het kind dan moet uh, herkennen. Oh, ja. En dat werkt verder helemaal op hetzelfde uh, uh, principe. Ja, dus ook weer gewoon tijd en de muntjes en toestandjes en dat soort dingen. Dat klopt. En ja, dat doen we bij allerlei verschillende ja, type vaardigheden, komt dat aan bod. We hebben ook altijd een basis en een bonusgedeelte, waarmee we kinderen te motiveren. Van, nou, de belangrijkste spellen kan je dan als leerkracht in het basisgedeelte zetten. En als ze die geoefend hebben, dan mogen ze bonusspelletjes uh, doen. Ja. Als je nou kijkt, wat vinden de leraren van uh, deze back-office En uh, hoe ze eigenlijk, uh, hoe bespaart het hun tijd? Uh, nou, ik merk dat leerkrachten uh, heel erg enthousiast zijn over de adaptieve werking met name. Dus dat ze tijd bespaart dat ze makkelijk kunnen differentiëren tussen kinderen uh, met dit programma. Waar het toch vaak behelpen is dat je maar in drie groepen de mogelijkheid hebt om in te delen, want aan uh, meer kom je niet toe. En de back-office geeft hen dan de mogelijkheid om snel te signaleren welke kinderen wellicht, nou ja, we zagen het net bijvoorbeeld, stagneren en uh, waar ze dan nog extra in kunnen grijpen. Ja.